We gaan het hebben over katten. Ja, Chantal, ten eerste welkom in de studio. Jij hebt dus een kattencafé, of het idee om een kattencafé op te gaan zetten. En jij bent bezig geweest met een crowdfundingsactie. En ik heb begrepen dat morgen de allerlaatste dag is om geld op te halen. Hoeveel geld heb je tot nu toe opgehaald? Van de 22.500 bijna 20.000 euro opgehaald. Volgens mij is van 19.800. Dus ik hoef nog maar iets meer dan 2500 euro en dan ben ik er. Oh, dat is wel een heleboel dan al opgehaald. Ja, heel veel. Echt. Ja, bizar. En hoe ga je dat restant ophalen? Door heel veel op social media te doen. Mensen aan te sporen. En flyer op straat ga ik morgen nog. En zo eigenlijk die laatste euro's nog binnen te halen. Ik ben een grote veiling gestart afgelopen weekend. Daar moet ook nog wat geld van bij komen. Dus zo hoop ik het op te halen. Want het lijkt mij wel best lastig om in één dag 2500 euro op te halen, toch? Ja, het is wel een hoop geld inderdaad. Maar ik heb ook nog heel veel mensen niet bereikt. Het is in principe nog maar minder dan 130 mensen ongeveer die allemaal 20 euro inleggen. Dus dat moet te doen zijn gewoon met Leiden en omstreken. En je noemt al Leiden, het komt in Leiden. Ja. Waar zou jij nou het liefst dit kattencafé willen beginnen? Het liefst? Nou ja, sowieso Leiden Centrum. En het hoeft niet per se op een hele drukke straat, maar rondom de Pieterskerk of een zijstraatje van de Halemerstraat of de Morstraat. Ja, ik ben eigenlijk vrij flexibel. Heb je nog niet rondgekeken dan dat je zegt van ja, hier gaat het komen hoor, stiekem als morgen de deadline is? Ja, ik heb wel een aantal pandjes al op het oog. Dus en ik heb ook al een paar keer gesprekken gehad. Dus, waar? Ja, rondom de Halemerstraat wordt het toch wel. Dat is wel een kilometer lang, die Haarlemmerstraat. Ja. Moet ik dan ver lopen vanaf het stadhuis of ben ik er zo vanaf het stadhuis? Ja, dan ben je er wel een beetje als je bij de HEMA een ontbijtje hebt gehad. Nee. Oh nee, bij mij een ontbijtje. Rondom de HEMA heb ik wat gezien, ja. Dus ik hoop dat dat wat gaat worden. En je noemt ontbijtjes en drankjes. Ik vraag me af, als je nou allemaal katten in een café hebt rondlopen en die mogen gewoon overal op speeltjes en alles lopen, wordt je eten dan niet opgegeten? Nou ja, gelukkig. Ja, ik heb zelf katten thuis en gelukkig gaat dat ook gewoon goed. De meeste katten zijn gewoon netjes afgericht en ja, eigenlijk valt het best wel mee. En tuurlijk zal er wel eens echt een ondeugend beestje tussen zitten die denkt ik wil even een beetje proberen slagroom te pikken. Maar het valt op zich wel mee. Het zijn geen wilde. En hoeveel katten komen er in het café? Ja, ik verwacht 6 tot 8, maar dat ga ik echt bekijken van oké, elke keer als ik een kat neem, laten we wennen aan elkaar. En als het blijkt dat het er toch eerst 5 zijn, dan worden het er 5. En ja, wie weet gaat het wel goed, dan zijn het er wel misschien 7 of 8. En hoe kom je aan deze katten? Zijn ze jong, oud? In principe wil ik wel volwassen katten nemen, omdat je daar ook al het karakter van weet. En dan weet je ook van oké, zijn het binnenkatten, sociale katten? En ik ben al bij het asiel in Leiden langs geweest. En ik ben nu ook in gesprek met een man in Kreta die daar katten opvangt en ook plaatst. Die heeft ook alle katten in Alkmaar geplaatst. En die man komt ook uit Leiden, Pieter Herades. Dus daar ben ik nu mee in gesprek. Dat zou ik echt fantastisch vinden. En denk je niet dat je veel meer klanten kan trekken als je gewoon allemaal kittens neemt? Ja, misschien wel. Maar die kittens die worden uiteindelijk natuurlijk eigenlijk ook groot binnen een half jaar. En kittens zijn onwijs leuk, maar ja, die kan je gewoon ook niet de hele dag in zo'n café laten. Als ik kittens zou nemen, dan zouden ze sowieso niet de hele dag in het café mogen. Maar dan laat ik ze ook gewoon een paar uur rust houden in een aparte ruimte. Ja, ja, want een kattencafé is natuurlijk gewoon legaal in Nederland. Maar hoe zit dat? Kunnen katten dat wel de hele dag volhouden? Nou ja, er komen sowieso regels voor. Dus je mag ze niet zomaar optillen. Geen slapende katten wakker maken. Om eigenlijk ook aan die rust van die katten te denken. En daarbij, wat eigenlijk elk kattencafé heeft en wat ik ook ga doen, is een aparte ruimte. En daar kunnen ze zich dan gewoon terugtrekken. Daar mogen de mensen niet komen. Dus als de katten denken van ik ben het even zat, dan kunnen ze zich daar terugtrekken. En daar hebben ze eigenlijk de hele dag de keuze in. En ik begrijp dus dat ze wel met z'n vijven altijd in het café zelf zijn. Ja, klopt. Ze zullen er wel dag en nacht zijn. Dus ik wil ook gewoon camera's ophangen. En dat ook als ik er niet ben, dat ik het in de gaten kan houden. Ik vind het eigenlijk heel erg zielig dat die katten daar rondlopen. Laat ze lekker rustig in hun huis rondlopen. En dan hebben ze wel een kamertje waar ze zich kunnen terugtrekken. Maar misschien worden ze wel aan hun staart getrokken of geslagen of dingen gevoerd die ongezond voor ze zijn. Wat ga je daartegen zeggen, tegen mensen die dat vinden? Dan zou ik zeggen, kom langs en dan kan je het ervaren. Ook hoe ik het café ga runnen en dat uiteindelijk het huis van de katten is en dat de mensen daar te gast zijn. En jij doet het in je eentje, zei je? Ja,
in principe alleen. Ik heb wel heel veel hulp van vrienden, familie, alles omheen. Maar uiteindelijk wel alleen, ja. Maar straks komen er ook vrijwilligers te werken. En natuurlijk op een gegeven moment zal ik ook wat personeel aan moeten nemen. Dus, maar er zijn al heel veel mensen enthousiast. Nou, dat is hartstikke mooi om te horen. Denk je nou, ik vind het ook superleuk. Ik had er nog helemaal niks van gehoord. En ik wil toch graag nog doneren en helpen. Chantal, helpen om het Katcafé op te zetten. Dat kan, maar hoe kan dat? Dat kan door naar voorjebuurt.nl/Sofie te gaan. En daar kan je dan alvast een donatie doen. En dan kan je je eerste kopje koffie of je eerste high tea of een tas uitkiezen. En zo het café steunen. En wanneer kan ik verwachten dat ik daar zelf een kopje thee kan gaan drinken? Ik hoop, als het gewoon goed gaat en ik snel een pandje heb en 2 maanden verbouwen, dan hoop ik gewoon voor de zomer al open te zijn. Ja. Oké, nou, hartstikke veel succes. Ja, dankjewel.